Die avond, dames en heren. Het is niet van mijn gewoonte van eerst te praten, maar het is een beetje een uitzondering vandaag. Vanavond heb ik aan jullie de eer en het genoegen om mijn allernieuwste single aan jullie voor te stellen. En dat gaan we nu eerst en vooral doen. Is dat goed? Ja! Maar voor we daaraan gaan beginnen, ga ik eerst enkele mensen bedanken. Onder andere al het personeel die vandaag paraat staat om ons te helpen. Ik zou zeggen, geef ze een dame een applaus. Ook alle artiesten die vanavond hier het podium zullen doen beven en schudden. En jullie ook hartelijk welkom om hier aanwezig te zijn. Dames en heren, er zijn nog drie mensen, maar dan ga ik na het nummertje. Want het is eigenlijk een kerstnummer. En daarmee had ik misschien al een beetje door. Met de poppetjes die hier staan. Met de luchtballon die daar hangen. Ook mensen die een beetje Facebook volgen, konden het al weten. Ook op enkele radiostations is hij al te horen. En daarom, dames en heren, ga ik het nu aan jullie voorstellen. Ik neem jullie mee met onze kerstsingle. Kerstmis samen vieren. Zij tegen haar zoon.
Wat vinden jullie ervan, dames en heren? Is het een heel mooi nummer? Ja. En wel, ik ga eerlijk toegeven, de eerste keer dat ik het nummer hoorde, dan was ik er echt totaal weg van. Niet alleen van de tekst, ook de muziek. En daarom, dames en heren, wil ik eigenlijk drie mensen hier bij mij op het podium vragen. Ten eerste is het eigenlijk een hele grote dank aan deze heer, want hij heeft mij gecontacteerd en hij heeft mij gezegd: Geert, ik heb voor u een heel prachtig kerstnummer. Als je wil, stuur ik hem door, beluister en laat iets horen. Daarom zou ik hier bij mij op het podium vragen, onder een heel luid applaus, de tekstschrijver van het liedje, onze Patrick Weemaas. En we hebben nog iemand die ik er nog bij wil. Het is de mens die eigenlijk de melodie heeft gemaakt van het liedje. En hij werkt met heel veel artiesten samen ook. En daarom ook een luide tafelapplaus voor Johnny Nering. Deze twee mensen hebben eigenlijk dit liedje gemaakt. Dat verdient nog een keer een extra applaus, dames en heren. En natuurlijk hebben we nog iemand waar wij eigenlijk mee de kans hebben gekregen om het te laten opnemen. En daarom zou ik zeggen, want hij is ook jarig vandaag, onze Rudy. Dus Rudy van Er Is Muziek. In samenwerking van Art Sound Studio onder leiding van Jean-Pierre Kerkers. Dus Rudy, kom er ook eventjes bij. Dames en heren, dit nummer hebben wij kunnen opnemen dankzij deze drie geweldige, toffe mensen. Geef ze een applausje. En daarom heb ik voor jullie eigenlijk hetgeen wat jullie verdienen. Jullie krijgen van mij alle drie al het singeltje aangeboden. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Alsjeblieft, want dat verdienen jullie heel zeker. En van mijn vrouwtje krijgen jullie ook nog een klein geschenkje erbij. Omdat jullie echt toffe, toffe mensen zijn. En daarom hartelijk dank aan deze drie mensen. En natuurlijk hou ik je samen op de foto. Dankjewel. Geef ze nog een applaus, dames en heren. Ja, dames en heren. Mijn naam genoot Patrick, Johnny en... hoe was het hier? Rudy, ja. En natuurlijk een dame applaus voor zijn kerstsingel. Dankjewel. En de man zelf.